We gaan over naar proef 29, klasse L2, jury Gozen WAM. En Tess gaat binnenkomen in gaat AXC binnenkomen in de arbeidsraf, C rechterhand. Hier krijgt ze een 7 voor. Dus die is netjes. Zometeen C linkerhand. Dan krijgen we B afwenden. X volte 12 tot 15 meter rechts. Daar krijgt ze een 6 voor en er staat MV. Ik weet niet wat meer iets. Dan krijgen we X volte 12 tot 15 meter links. E linkerhand 5,5. Weer MV. Oh, meer voorwaarts, denk ik. Meer voorwaarts. Te langzaam gaat. E linkerhand. FG wijken voor het rechterbeen. Inzet vanaf. Binnenhoefslag maximaal 2 meter toegestaan. Z rechterhand 5,5. Takt, regelmaat en impuls. Dus we gaan zo FG wijken voor het rechterbeen. Dus die gaat trouwens vanaf de hoefslag wijken. Dus die gaat niet op de binnenhoefslag. Nou, ik zit heel ingespannen te kijken. Maar ik zie het niet. C rechterhand, BEB grote volte. En na enkele passen de hals laten strekken. MI, verbinding hals verlengen tot boegkniehoogte. MI, meer impuls? Ik weet het niet. Nou, volgens mij zit ze toch aardig waar ze moet zijn. Nou ja, goed. Het is ook een 6. Tussen B en F teugels op maat. 6,5. Geen opmerkingen. Dan krijgen we daarna KG wijken voor het linkerbeen. Weer die inzet. Vanaf maximaal 2 meter toegestaan. C linkerhand. 5,5. Taktverlies en impuls. Gaan we even kijken. Taktverlies. 1, 2. Nou, die meneer ziet iets wat ik niet zie, maar ik ben geen jury. HXF van hand veranderen in midden draf. F arbeidsdraf 6. En hier krijgt ze een 6 voor. En dan is het takt. Ja, dat zag ik wel. Enige verlenging van het passen. E afwenden. X halt houden. Krijgt ze een 5 voor. Te abrupt en langer stilstaan. Hier is dus de bedoeling, kwaliteit van het halt houden en de overgang enkele seconden onbewegelijk stilstaan. En dat doet ze niet, want ze heeft heel hard geoefend in één keer stilstaan en direct achterwaarts. Maar dat hoeft helemaal niet. En als het niet gevraagd wordt, moet je het niet doen. Enkele passen achterwaarts, die hebben we gehad. 5,5 tegen de hand. B, E, halve grote volte in middenstap. Is aan het draven, dus dat is niet zo heel handig. Voor E arbeidsstap, 5,5. Ruimte van de passen en enige verlenging van het frame. Ja, dat heb ze gewoon niet zo netjes gedaan, dus dat klopt. Tussen E en K arbeidsdraf krijgt ze een 6 voor. En dan tussen K en A arbeidsgroep links, 5,5. En dan staat er ontsta. Nou, ik weet niet wat ontsta is. F, M enkele sprongen middenglop, 6, ontspanning. En C volte 12 tot 15 meter. Krijgt ze een 5 voor. Die is te groot. Ja, die is wel groot. Tussen C en H overgang arbeidsdraf. 5,5. Correcte aanleiding. Ja, dat klopt ook wel. EB door een S van hand veranderen. 5. Impuls. En MV te lang AC. Meer voorwaarts, denk ik. Weet ik niet. Te lang op de AC-lijn. Zullen we weer meetellen. Vorige keer had ze 6 stappen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Ja, dat is wel heel erg lang. Tussen F en A, arbeidsgroep rechts. Een 5, ontspanning. Ja, was wel gespannen daar. Sowieso vond ik het vrij gespannen door deze hele proef. Hè. Ja, dat is wel echt... KH, enkele sprongen middengelop. 5, enige verlenging van de sprongen. Volgens mij heeft ze hier ook helemaal geen middengelop gedaan. C volt 12, 15 meter. Krijgt ze een 5 voor TG. Ook niet tegen de hand. Ik weet niet wat TG dan betekent.
Tussen CNM, overgang, arbeidsdraf, 6,5, ontspanning. Even wel meevallen. BX, halve volt, halve baan, tussen XCG, halte houden en groeten, 6,5 MV. Meer voorwaarts? Ik weet niet wat MV is, jongens. En dan halt houden en roeten. MV. Ja, dat kan wel netter. Maar goed, ze krijgt toch 6,5 gangen, 6,5. Impuls 5,5. Rechtgerichtheid 5,5. Harmonie 6. Houding zit 7. 172 punten.